Goedenavond, zaterdag 3 december. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. CDA Zeeland start met de campagne voor de provinciale statenverkiezingen van maart. De kandidaten gaan vandaag op de foto. De partij is nu de grootste in Zeeland, maar er is een aantal ontwikkelingen dat het spannend maakt. Zo gaat het landelijk niet goed. Volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau Ipsos haalt het CDA nog maar 8 Tweede Kamerzetels. Nu zijn dat er nog 15. Werkt dat door in de provincie? Nou, 4 jaar geleden, 2019, de vorige verkiezingen, was het hetzelfde beeld. Hadden we landelijk best moeite met ons verhaal, het goed vertellen van dat verhaal. En toen hebben we in Zeeland gewonnen. En eigenlijk is het nu hetzelfde. Dan doet de boer-burgerbeweging voor het eerst mee in Zeeland. Gaat dat het CDA stemmen kosten, bijvoorbeeld onder boeren? Volgens de nummer 3 op de lijst, die zelf boer is, niet. Ze luisteren naar de, in mijn geval, de agrariër. Ze weten wat er speelt en ze willen daarop verder borduren richting de politiek. En dan zowel lokaal als richting de landelijke en zelfs de Brusselse politiek. En dan was er de afgelopen jaren nog de kwestie Zanddijk. CDA-bestuurder Johannes de Bat werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Een ongegronde klacht, oordeelde de bezwarencommissie van de provincie. En denkt zo'n kiezer dan niet, waar rook is, is vuur? Ik vertrouw Johannes de Bat niet helemaal? Nou, er was geen vuur en er was geen rook. Er was even wat onrust. En ik denk ook dat het goed is dat we dat achter ons laten en ons weer helemaal focussen op wat we wel kunnen doen de komende jaren. Het CDA Zeeland denkt in maart 8 zetels te behalen. Nog 1 meer dan nu. Terwijl de vrijwilligers van natuurbeschermingsvereniging het Duimpje in IJsendijken bezig waren met het knotten van wilgen, werden zij verrast door Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die een groot cadeau kwam brengen. Ja, ik was gewoon aan het knotten en ineens zie ik hier wat meer grote doos. Maar ik dacht, ja, omdat Sinterklaas dacht, oh, misschien een Sinterklaas-presentje voor allemaal. Maar dit hadden we natuurlijk nooit verwacht. Uit de doos kwam de gouden Jiri-zaag voor Gerard van Dalen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt om een vrijwilliger die zich inzet voor het landschap in het zonnetje te zetten. Gerard zet zich al 35 jaar in als vrijwilliger. Zo onderhoudt hij bijvoorbeeld het gereedschap. Daarnaast heeft de jury ook een nieuw element meegenomen in hun oordeel. Maar een nieuw aspect dat we hebben toegevoegd dit jaar is ook van wat is een bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit in Zeeland en de beleving van het Zeeuwse landschap. Nou, daar kwam hij als sterkste uit tevoorschijn. Ik heb voor mezelf een soort kapel, noem ik het maar. En daar had hij bovenal mijn hele boekjes. Ik had hij net mooi bovenaan tegen de muur. Ja, ja. Gewoon prachtig, zeg. Hoewel de Goedheiligman het land nog niet heeft verlaten, draait de kerstboomverkoop al volop. Ook in Zierikzee kwamen mensen deze groene gezelligheid al in huis halen. Er zit een hele theorie achter. Als we hem eerst laten acclimatiseren, dan kunnen we maandag opzetten en dan is Sinterklaas ongeveer het land uit. Waarom haalt u hem nu al? Want de Sint is toch nog in het land? Ja, maar dan zijn alle mooie bomen al weg. Hè? En dan later komt. Dus dan doe ik het liever wat vroeger. Laten we hem thuis bezorgen en dan eerst even acclimatiseren. En dan gaan we, denk ik, als ik thuis ben weer, zo rond de 14 december, gaan we hem opzetten. Want een kerstboom zetten voordat Sinterklaas het land uit is, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee, dat doen wij niet. In bijna iedere straat is wel een huis te vinden waar de boom al staat of de kerstlampje zal branden. Volgens kerstboomverkoper Frank de Bruyne is dit het drukste verkoopweekend. Ja, en voorgaande jaren was het ook zo, dus we gaan er wel vanuit. En dit is dan ook het drukste weekend? Mensen wachten niet tot Sinterklaas weg is? Nou, misschien wel met het opzetten van de boom, maar om de boom te kopen, dat proberen ze toch wel nu te doen. Voor het weekend van Sinterklaas. Dus, en uiteraard volgende week ook. Daarna komen er ook nog mensen, gelukkig. Maar nu gaan we het de piek wel krijgen. En voor wie de komende week de kerstboom op gaat tuigen, zet hem op. In de eerste klasse C de derby tussen SVOD 22 uit Oostkapelle en Terneuzense Boys. De Zeeuws-Vlamingen komen al na 40 seconden op een 0-1 voorsprong via deze goal van Rick Gort. Het is een belangrijke wedstrijd, want beide ploegen moeten eigenlijk winnen om aansluiting te krijgen met de middenmoot. Dit is het antwoord van SVOD. Een mooie kopbal van Colin van den Berg in de 10e minuut. En dan is de stand weer gelijk. Beide ploegen krijgen kansen, maar pas in de tweede helft wordt er weer gescoord. Een lange bal van achteruit komt terecht bij Wouter Vaassen. Hij zet de bal voor. Dan ontstaat er een echte scrimmage voor de goal bij SVOD 22. En als Miroslav Peric de bal voor zijn voeten krijgt, twijfelt hij geen moment. Terneuzense Boys na een klein uur spelen weer op voorsprong. Dan invaller Init Preganlaya. Eerst maakt hij de actie. Hij speelt zichzelf vrij, krijgt een grote kans op 1-3, maar zijn inzet gaat hoog over.
Daarna de tegenaanval van SVOD 22. Dit is Sjoerd Verhulst. Geeft de bal voor. Tussen de verdedigers van Terneuzense Boys komt de bal opnieuw voor de voeten van Colin van den Berg. En hij bepaalt de eindstand op 2-2. Terneuzense Boys staat op de 10e plaats. SVOD 22 is 11e. En van den Berg is de man van de wedstrijd met zijn late gelijkmaker. Het is niet ongewoon dat het begin december bewolkt en een beetje kil is, maar de combinatie van windkracht 3 tot 4 en die middagtemperatuur van 2 à 3 graden maakt het toch wel echt koud, met een gevoelstemperatuur van 1 tot 3 graden onder nul. En zon was er dus niet of nauwelijks. Nu gaat de temperatuur maar heel langzaam omlaag onder de bewolking, maar het kan vannacht lokaal toch eventjes een beetje vriezen. Glad wordt het niet, er blijft wat wind en vrij veel bewolking en het brengt morgen ook een koude zondag. Er is wel iets meer kans op een paar opklaringen, maar aan de andere kant is er 's avonds via Zeeuws-Vlaanderen kans op een sneeuw- of regenbui. Middagtemperatuur morgen van 1 tot 3 graden en windkracht 3 tot 4 uit het oosten. Maandag is de buienkans iets groter en geleidelijk gaat dan de temperatuur omhoog tot een maximum van 4 graden. Daarna is het tijdelijk een graad of 5 'smiddags met een west- tot noordwestenwind, maar later in de komende week lijkt het opnieuw wat kouder te worden. Tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Een fijne avond.